De veiligheidsmarkt in Sleewijk kon rekenen op veel bezoekers. Verschillende organisaties presenteerden zich en kinderen konden een kijkje nemen in een echte politieauto. Ook burgemeester Frenzel nam een kijkje en vertelde waarom de markt georganiseerd is. In heel Nederland is de Veiligheidsweek. En dat wij ook in Altena onze inwoners bewust laten zijn van wat doen we met elkaar aan de veiligheid. Of het nou om brandveiligheid gaat, inbraakpreventie, pestgedrag, alles rond buurtbemiddeling, ruzie met elkaar. Hoe kunnen wij nou een fijne samenleving, een fijn dorpsgevoel hebben hier in Sleewijk en in de andere 20 kernen van Altena? Ja. U loopt hier met een flesje parfum. Ja. Althans, dat lijkt het. Maar wat is het? Het is een flesje met de lucht van een ecstasy lab. En het ruikt heel zoetig naar anijs, maar dat is het niet. Zo, we zien een aantal kinderen handjes op een grote papierrol zetten. Waarom is dat? Dat is om te zorgen dat bij de kinderen bekend wordt dat ze stoppesten nu heel belangrijk is. Dat pesten niet goed is, dat het voor niemand fijn is. En om het bij die kleine kinderen in hun hoofd te krijgen, zodat ze dat mee kunnen nemen later in hun leven. En dat krijgen ze een mooi bandje voor met ik stop pesten nu. En dan kunnen ze mooi een handje zetten en dan doen ze mee. We zijn gelukkig een veilige gemeente. En natuurlijk ook hier zijn woninginbraken, hier zijn bedrijfsinbraken. Hier is er ook gedrag rondom ondermijning en met drugs. Dat willen we echt de kop indrukken. Maar we kunnen dat niet alleen als politie en brandweer en veiligheidsorganisatie en gemeente. En daar hebben we echt ook de bevolking bij nodig. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid was ook aanwezig. Dan ligt hier ook een VR-bril. Wat kun je daarmee doen? Ja, deze VR-bril, dat is wel het is leuk. Dat hebben we onlangs ontwikkeld. Dat is een 360 graden experience. Als mensen dat dan opzetten, ja, dan zien ze levens echt hoe dan een inbraak bijvoorbeeld plaatsvindt bij je. Of hoe een babbeltruc gebeurt of een overval. Er zitten ook hele heftige thema's, maar het is wel goed om dat een keer mee te kunnen maken op zo'n veilige manier. De EHBO-vereniging vertelde over preventie. En de brandweer probeerde mensen te overtuigen van de noodzaak om rookmelders aan te schaffen. Het tegengaan van drugscriminaliteit verdient in Altena de hoogste prioriteit. In de afgelopen periode sloot de burgemeester meerdere drugspanden in Altena. Bewustzijn bij de bevolking dat je een bijdrage kunt leveren aan die veiligheid is van groot belang. En het is natuurlijk niet met trots dat ik allemaal panden hier ga sluiten, maar we moeten wel hier de lijn vol blijven houden van zero tolerance. Wij werken niet mee aan drugshandel en fout gedrag met drugs in woningen of in bedrijfspanden. Kinderen klommen nog even op de politiemotor. En wij vroegen ons af of de veiligheidsmarkt volgend jaar naar een andere plaats gaat in Altena. Ik denk dat mijn opvolger, want mijn laatste maanden gaan nu in, mijn opvolger zeker deze veiligheidsmarkt laat rouleren in heel Altena.